Van harte welkom iedereen. Kingdom Come Deliverance. Goh, laten we hopen dat jullie niet zijn vergeten dat deze game überhaupt bestaat. De laatste aflevering is namelijk 3 weken geleden opgenomen. En dat is nogal wat. En dat heeft eigenlijk puur... Far Cry is de reden. Far Cry is de reden dat deze game eventjes op een laag pitje stond. Logisch ook, want dit is een fucking grote simulatie-RPG. Medieval setting. 21 afleveringen staan er online en dat zijn er al best wat. Maar als zo'n game als Far Cry komt, waar natuurlijk een gigantische hype op ligt... ja, dan ga ik dat natuurlijk behandelen. En inmiddels heb ik die serie zelfs helemaal al uitgespeeld. Heet ik jullie dus van harte welkom bij dit avontuur. Ik zal even mijn wapen opbergen. Hoppakee. En gaan we verder waar we zijn gebleven. Dit is namelijk het stadje waar we de priester hebben geholpen. We hebben dronken een toespraak gegeven in de kerk. En we hebben echt de meest wilde nacht die ik ooit heb beleefd in een game meegemaakt. Met een priester. Het is echt hilarisch. Het is een priester van de kerk. We hebben echt oprecht vrouwen geneukt. Gedronken tot we er bij neervielen. Gekotst. En uiteindelijk met een kater de toespraak gegeven. Het was echt prachtig. Ik heb echt genoten van die aflevering. Ik vond het echt een geweldige questline. En ja, in dit plekje. Dit dorpie. Zijn we dus geëindigd. Bam, hier stonden we. Hier heb ik aflevering 21 geëindigd. Vandaag neem ik jullie mee op avontuur met een stukje verhaallijn. Ik denk dat het daar wel eindelijk tijd voor wordt. Hier staat hij juist weer een beetje met de sword fighting bezig. Maar ik denk dat het daar inmiddels wel tijd voor wordt. Ik ga jullie dus dit schermpje laten zien. We gaan switchen naar de questlog en we gaan met een main quest verder. De questline heet Undescent en we moeten... het gaat dus over geur. We moeten een van de volgende leden zien te vinden van die crew, die gang... ...wie Neuhof heeft aangevallen. Ik hoop dat jullie het nog herinneren, anders check eventjes die vorige aflevering... afleveringen wellicht. Kom weer eventjes in die flow. Neuhof, er is iets verschrikkelijks gebeurd. De dorpjes midden in de nacht overvallen. Alle paarden zijn vermoord. Maar de mensen zijn natuurlijk ook zwaar toegetakeld en getraumatiseerd. En wij zijn nog steeds op zoek naar leden van die gang. Een bandietengang. Eentje van die gasten, nou die was in dit dorpje. Die was heel gruwelijk opgehangen aan zijn muur. En zijn huid eraf getrokken en shit. Hoe heet dat ook weer op het moment dat je huid eraf wordt getrokken? Ik kan even niet op het woord komen, maar goed. De volgende gast is Riki. Een van de bendeleden. En we moeten track down Riki als main objective doen. We moeten dus zorgen dat we spoor van hem zien te vinden. En het is on the scent, omdat hij blijkbaar stinkt. Dus ja, het laatste spoor wat we van hem hebben is eigenlijk alleen zijn naam en de locatie. En dat is namelijk Ledechko, waar hij wellicht zou moeten zijn. Dus ik ga naar de map. En we gaan kijken op de map in een fullscreen waar dat dan wellicht zou moeten zijn. En dat is hier in Ledechko. Laat ik Ledechko nou net al hebben ontdekt. Dus ik kan starten met een fast travel. Nou werken fast travels niet zoals in Far Cry. Zwart scherm, laat scherm en je bent er. Nee, we moeten er daadwerkelijk heen rijden. Dus laten we dat maar zo snel mogelijk doen. En onderweg kunnen we zelfs nog dingen tegenkomen. We hebben hier zelfs nog een quest giver als het goed is, Job. Dus ja, zat te doen. Fast travel, yes. En wie weet wat we onderweg nog tegenkomen, waardoor er dus alsnog een ander avontuur ontstaat. En we alsnog afwijken van onze planning. We gaan het zien. Episode 22, Kingdom Come Deliverance. Show die support door te liken. En let's go. Aangekomen in Ledechko. Is het schemer? Is het avond? En heb ik een kleine sweet little fact deze aflevering 22. Start natuurlijk met een uitleg puur omdat het zo lang geleden is. Het is ook weer verwennen aan de gameplay, aan de controls, et cetera. Eventjes weer het verhaal oppakken. Jullie weten het zelf ook wel, jullie levens zullen vast en zeker ook wel druk zijn. En laat staan als je het dan dus en moet spelen, waar sommigen dus van jullie niet eens de tijd voor hebben om het te spelen. Omdat jullie druk zijn met je leven, je werk, je school, weet ik veel wat, je vrienden, je vrije tijd. Ik speel het dus, wat tijd kost. Ik edit het, wat tijd kost. Ik render het, wat tijd kost. En ik behandel een shitload aan games, wat tijd kost. Plus dat mijn eigen leven dan natuurlijk ook gewoon doorgaat met werk, vrienden. Al dat soort shit. Dus op het moment dat je nou echt een serie mist of lang geen serie geüpload ziet worden. Neem als voorbeeld Zelda. Snap dan de gedachte daarachter en hoe dat werkt voor een let's player die niet fulltime YouTube doet.
De sweet little fact waarmee ik aankondigde is eigenlijk gewoon dat dit de allereerste aflevering is op mijn kanaal van Kingdom Come Deliverance in 4K. Bij Far Cry is het inmiddels gebruikelijk geworden en hebben jullie de afgelopen paar afleveringen gewoon de uploads in 4K gezien. Assassin's Creed Rogue wordt dan toevallig geüpload in 2K, omdat dat een remaster is en niet echt hele bijzondere graphics heeft of 4K niet bijzonders iets toevoegt. Maar aan dit spel zal het waarschijnlijk wel weer een extra dimensie toevoegen aan het oog. Een verrijking voor het oog. Het zal allemaal een stuk scherper zijn. Ook bij snelheid, ook bij hard op een paard rijden, ook door bebossing en drukke gebieden in het spel zal het nu retenscherp zijn. En genieten jullie gewoon eigenlijk van de kwaliteit hoe ik hem ook op mijn tv zie. Dat is een sprong daarna. En dat komt omdat ik de besturing niet meer weet. Is het vierkantje, rondje, kruisje, driehoekje? Het is driehoekje. Ja, het is driehoekje. Nou, dat weet ik dan ook weer. We zijn hier natuurlijk al geweest. Dit ingedrukt houden pakt als het goed is de fakkel. En dit is het moment waarop jullie echt op 4K hele mooie effecten moeten zien. De lichtval is gewoon prachtig, maar hoe ik het nu zie op tv, zien jullie het ook gewoon op YouTube. Het zijn echt zieke settings, fucking lijpe apparatuur. Ik ben echt super blij mee. Ik neem het dan op met OBS, weet je wel. De capture card staat ingesteld in OBS. Dus OBS heeft ook nog eens de highest settings bijna possible in 4K. En dan ook nog lijpe render settings. Nou, in dit gebied, aangekomen zoals we zijn, hebben we natuurlijk een markering. Maar de markering is gewoon Trackdown Riki. Dus we zullen waarschijnlijk op precies dezelfde manier mensen moeten aanspreken en info vragen over Riki. Laten we hem als eerste slachtoffer nemen. Kijken of hij wat weet van een ene Riki. God be with you. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? Riki? You mean Hinnek, the courier's son? Maybe. Do you know where I might find him? He's not usually around here. Try asking at his home. But I hope you've got thick skin. The old courier ain't exactly charming. Okay. Can you iets vertellen over him for the rest? So you know this Hinnek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why is that? No one with a nose likes spending too much time around Tanners. That Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. Oh, wow. Oké. En dat is natuurlijk niet echt heel goed. Maar waarom noemen ze Hinnek, want dat is blijkbaar zijn echte naam, dan Riki? Why do they call Hinnek Riki, anyway? He's a Tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weak of stomach. True enough. But not every courier gets cursed with a name like that. Well, Hinnek's nature is no sweeter than his smell. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory in Rattay for thieving. And in Neuhof, he got boozed up in the alehouse with his cronies and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here and we've no use for the likes of him. Okay, duidelijk man. Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. Okay, wow. Dus eigenlijk, hij praat echt met niemand. Hij heeft een klote reputatie, zijn vader is een scumbag. Hij is een kleufjol, ze zijn allebei, staan ze bekend als goed gebekte klootzakken. En ze zullen waarschijnlijk ook niet hun neus wegdraaien voor een goed gevecht of iets dergelijks. Ze zijn gewoon best wel badasses. Bad guys. Maar de enige waar hij dan wel mee praat en mee in contact komt, zijn de lokale hoeren. Ja, duh. Dat is dan denk ik mijn enige zoekpunt. Hey, Doc. En dat is inderdaad dan waarschijnlijk markering B en C. We moeten even de kaart erbij pakken om dan te weten wat B is. B is de vader en C zijn dan de hoeren. Maar de hoeren zijn niet hier. Ofwel, jawel. Ik kan niet verder inzoomen, het staat hierachter. Top. Dus dat bevindt zich daar. Zie, ik kan er niet echt op met mijn markering. Ja, we zien het wel. C zijn dan waarschijnlijk de hoeren. Het is wel echt avond, het is laat. Als je je character erbij pakt, of dit de overzicht kan trouwens ook,
Nou, het valt wel mee. Het is nu 9:30, maar ik heb lang niet geslapen. Ik heb een wilde nacht achter de rug met de priester. Dat moet je niet vergeten. Alcohol zit nog in mijn bloed. Ik heb een kater. Mijn honger zit dan op niveau 70 ongeveer. Dus de honger valt wel mee. Mijn health is ook goed, maar mijn energy gaat wat aan de lage kant. Dus laten we hopen dat er überhaupt nog... Oké, hoe ren ik ook alweer? Ik weet even niet meer hoe ik ren, hoor. Rondje was het. Ja, lang niet gespeeld. Goed, ik weet dus niet eens meer of mensen überhaupt wakker zijn om dit onderzoek naar Riki nu te vorderen, zeg maar. Kijk, dit zijn de Bathhouse Wenches. Dat zie je al overduidelijk. Bij die tentjes, weet je wel. Waarin gemasseerd, schoongemaakt, maar voornamelijk geneukt wordt. Hier is ook een chinky. Who's there? Hey, you there! Are you going to hang around here? I heard you've like been seeing Hinnek, the Tanner son. All day and night? So what? You can't pay come for to a preach bath? At me, clear have off. You? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? Nay. God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinnek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough, but I don't know what I could tell you about him. Dit is eigenlijk een best wel klote camera-engel, want er staat precies een paal voor haar neus. Where can I find Hinnek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Yes, yeah, sure. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinnek doesn't have anything to do with those people. Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Mushrooms, no. More like hares or other game. So Hinnek is a poacher? That's no surprise. Well... He was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. Okay. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He keeps prattling on and didn't seem to care about... you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Okay. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosch who died. That he was regretting he ever got into it... But he never said what it was, and that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl, and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me, and we could get married and such. All just poppycock. Poppycock. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Zo, exacte locatie ook nog. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Yes, I understand. Nou, het is maar eigenlijk goed dat zij gelooft in het feit dat het een dronkenmansverhaal was. Even nog over zijn hideout. I need to know more about that hideout. I really don't know where it is. I only know when he came back, he usually came to see me. I see. Wat dan? Maar komt hij eerst uit het bos met zijn vieze aardehanden? Hij heeft net gejaagd of weet ik veel wat hij daar uitspookt. Dan komt hij met zijn vieze,
vieze bacterie aardehanden komt hij aan haar zitten. Heel chill. Do you know what route he took? At least the general direction. Anything that could help me find his hideout. I think he usually went through the woodcutter's camp. Because he always brought me freshly chopped firewood. And he had wood chips on his boots. Good. So at least I know where to start. Do you know who he sold it to? He never told me straight up. But who could he sell it to? The innkeeper, I reckon. It makes sense. For sure. Zij is echt heel behulpzaam. Daarom blijf ik ook maar praten met haar. Dat moet wel. How did you know he'd been to the woods? He always talked about what he caught. And he never came to me at other times. Probably didn't have the money for it. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only cause his old man is a grouch and a tanner. We gaan het zien. I heard they don't like him because he keeps company with villains. True enough. But they didn't like him before that either. Or me. They're closed-minded yokels. Okay, duidelijk. Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnik thinks differently. But that's how it goes. Ook zielig voor hem. Nou goed, ik ben er nu wel klaar mee. Thanks voor alles. Ik geef er niet eens een bedankt. Ik ga maar lekker verder met zijn haren wassen. What do you think you're doing? Get the hell out of here. We hebben net een gesprek gehad, NPC. Glitch toch niet zo? Het lijkt me nu echt alles behalve een strak plan om naar die vader te gaan. Kijk, het is dan nu bij Tine. Je hoort het geroezemoes op de achtergrond, want ja, de mensen zitten gewoon lekker te suipen, weet je, buiten. Het is gewoon, wat moet je anders doen in de middeleeuwen? Het is toch chill? Maar een exacte locatie. Ja, vast wel. Kijk maar, hier hebben ze me heen gestuurd. Ze hebben me gewoon een goede locatie gegeven. Waar ik in ieder geval verder kan vragen naar hem. Dus dat is al fantastisch. We gaan dan met het paardje natuurlijk gewoon het bos intrekken. Dat wordt al heel mooi, want ik hou er echt van. Om in deze game de natuur te verkennen. De natuur is echt uniek. Dus ondanks dat we een tijd niet hebben gespeeld. Nee, ik ben niet vergeten hoe speciaal dit spel is. Ik had er alleen geen tijd voor. Het spijt me, jongens. Maar dit is in ieder geval en vader. En Riki Stash. En wat is A? Riki was selling poached game to the innkeeper. Misschien is het handig om eerst de innkeeper te bezoeken. Omdat het avond is. En ja, dan is het toch een beetje een tijdstip waarop iedereen loopt te bieren en shit. Dus dan kan een gesprekje met de innkeeper er wel vanaf. En ik denk niet dat die vader mij op dit tijdstip waardeert. Zo, bros. Ik hoop dat jij... Ja, jij bent de innkeeper. Sir, bro. Good day to you. Oh, iedereen is weggespawned naast me. Zag je dat? I want to ask about the courier's son, Hinnik. Then ask someone else. They have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you anyway? Dat vingertje. A friend of Hinnik's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. Zie je dat je business met hem doet, flikker? About the goods Riki owes you. What about it? Well, supposing I settle the account for him and you stop dodging my questions and tell me what I want to know. I suppose that would be all right. How much is it? Before he vanished, I paid him in advance for 5 heirs. Certainly, I'll fetch it right away. We can settle things right away. As it happens, I have some game with me. Let's see it then. Oh my god, meen je nou dat ik het dan niet heb? Dus ik had die optie, maar ik heb geen game. Ai. Have you got it or not? Nee, ik heb het niet. Het spijt me, dude. Ik dacht dat ik het had, flikker. Godverdomme, ik had een andere dialoogkeuze moeten maken, man. Deze gast verwacht nu gewoon dat ik de hazen aan hem lever. Dus ja, dan wordt het toch maar een van de andere opties hier. Hij wilde sowieso dat ik hem de hazen breng. Het gaat er ook gewoon om 5. Ja, dag. Doei. Het wordt dus tijd om naar... C en B te gaan. En die bevinden zich recht voor mijn neus. Het is al laat. Hier, zie je aan de overkant van het water. Dus we roepen pootjes. Pootjes? What the fuck?
Mijn paard heet Pebbles. En ik mixte in mijn hoofd Roach en Pebbles. Dus ik zei Poaches. You fucking what? Helemaal gestoord. Poaches. We kunnen hem wel Poaches gaan noemen tegenwoordig. Gewoon in de titel. Poaches, nieuwe paard. Clickbait. Maar goed, wat ik wilde zeggen, die natuur die is uniek. Dit spel is uniek. Hoe natuur is vormgegeven in dit spel. Prachtig. Het is net gewoon echt Europa uit die tijd. En dat gaan we dus nu beleven in 4K. En dat vind ik zelf een heel mooie, ervaring. Alles wat ik zie op tv, alles hoe ik het ervaar, dat kwam niet over op 1080p als ik het terugkijk, die video. Voor mij persoonlijk. Maar nu zullen jullie gewoon alles zien. Dit zit natuurlijk dicht. Kan ik even wassen? Ik moet eigenlijk ook echt slapen en eten, man. Dit slaat helemaal nergens meer op. Daar is niemand. Shit, man. Die stilte in de nacht. Ik was dat eventjes helemaal vergeten hoe realistisch dit gamepie overkwam. Als je bijvoorbeeld nu een Far Cry met alleen maar audio gewend bent. Alles en iedereen slaapt, ook de varkens. Nee, kijk, stil is gewoon stil. Wow, deze man liep wel echt recht om een paard heen. Enge gast. Loopt hij een beetje rond te spoken? Het is nu een tijdstip waarop het gewoon te laat is, wat ik dus al voorspelde. Dus we moeten maar eventjes gaan wachten, aangezien ik niet kan slapen deze nacht. Dus ik ga hier gewoon zittend. En dan pittig lang wachten tot de volgende morgen, 8:30 of zo. Trouwens jongens, als ik het moet geloven, hè. We hebben tot nu toe namelijk in deze Let's Play voornamelijk sidequest, begin van de story, opbouw, wat story quest, maar voornamelijk exploration gehad in de afleveringen van de Let's Play. We hebben echt een algeheel beeld gecreëerd van hoe de sfeer in dit spel is tot nu toe. Maar als ik het moet geloven, gaat dit spel uiteindelijk nog redelijk hard losbarsten. Op het punt van actie, zeg maar. Er komt echt, ja, er komen echt medieval gevechten en shit. En echt gigantische zwaardgevechten. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal lopen. Dit is de Tanner. Dit is de man waar het over gaat. We gaan het zien of het een scumbag is of niet. My respects to you. Dat wel. I'm looking for a fellow called Riki. Have you ever heard of him? Sure. Why wouldn't I? That's what they call my son, Hinek. Ah. You wouldn't happen to know where he is, would you? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Ja, zit wat in. Maar goed, ik kom inderdaad vanuit de naam van Sir Radzik. Kan ik zeggen, maar ik kan ook dit zeggen, waardoor vader misschien vadergevoelens krijgt. Ik kan ook met hem vechten. Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radzik Kabila, and this is an official investigation. Stop trying to put me off, and tell me where your son is right now. I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Hinek is. He turned up at the house a while back, but then he vanished again in a hurry. And you don't know where he went? What? Look, it's been clear to me for a long time that my boy was headed for the gallows. But I'm still his father, right? And you can't expect me to rat on my own son. If you value your son's life at all, you better pray I find him, because I'm not the only one looking for him. That's no surprise. But what of it? If you're here on behalf of Sir Radzik, there's nothing waiting for Hinek but the gibbet. It doesn't have to be that way. If Hinek cooperates, he can save his neck. I can't say you put my mind at ease. But to hell with it. I'll tell you what I know. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there, is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money.
Ja, dat geld is raar, hè? He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. Ja, nou dat hebben we al geflikt. Dat is niet handig. Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinnik never told me nothing. Oeh, we beginnen nu gewoon... Bloody hell. Start using your head or I'll never find Hinnik. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Duidelijke taal, maar overduidelijk komen we er nu achter dat Tifana natuurlijk ook emotionele waarde hecht aan dit hele gedoe. Het is en blijft wel zijn vader. En ja, je merkt dat hij bepaalde info wel weet, maar natuurlijk het moeilijk vindt om erover te praten, maar... Ik push hem als een motherfucker. Henry is echt een savage af en toe. Ik denk toch echt dat we een bed moeten gaan vinden. Maar ja, dat we deze nacht wel gewoon moeten wakker blijven. Maar kijk hoe laag mijn energy is. Ik ga vroeg of laat neerstorten. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. We moeten... Oh, zijn stash zou hier ook nog ergens moeten zijn. Daar ben ik wel geïnteresseerd in eigenlijk. Ah! En dan vervolgens zeg maar de questline door daadwerkelijk op zoek te gaan naar zijn hideout. En hopelijk heeft hij in zijn hideout een bed staan. En kan ik eventjes heel veel slaap pakken. Get something to eat. I'm starting to get hungry. Nee, dit zijn alleen de huiden. Godzijdank. Ik wilde net zeggen, please vervolg je dag alsjeblieft gewoon. Dan kan ik even naar binnen gaan om te kijken of zijn stash hier ergens is. Oh, ik hoop het echt. Ja, dit is very hard. Dit kan het niet zijn. Ja, juist wel, maar ik bedoel, dit kan ik zelf niet openen, dus dan kan ik er ook nooit achter komen. Dit is het niet! Ja, it's too difficult. Dit is wel heel chill, eventjes choppen. Ga ik hier wel slapen? Weet je wat, tot de volgende ochtend. Ik heb echt mijn slaap nodig, jongen. Niet te geloven. You can't fall asleep. Omdat we gewoon al te lang... Nee. Kijk dat icoontje. Oh nee, ik moet wegwezen hier. Zag je dat icoontje staat nu naast mijn mappie. Daar hebben we echt helemaal niks aan. Ik ben natuurlijk naar zijn stash op zoek gegaan, maar ik weet daar ook helemaal niks van. Dus ik was maar een beetje aan het rondzoeken in het huis en nu sta ik bekend hier als dief. Dat is echt totaal niet de bedoeling. Ik moet sowieso bounty betalen. Of wachters overtuigen dat ik van Sir Radzik dit allemaal mag doen of zo. In ieder geval laten we dan maar een soort fast travel proberen te maken naar... een bepaald gedeelte. Ik denk dat ik vanaf hier wel kan. Zie je? De inn. Doen we gewoon een fast travel daarheen. En dan proberen we bij het houthakkerskamp nog wat extra info te verkrijgen. En daar ook de aflevering te stoppen uiteindelijk. Inmiddels is me... Terwijl ik hier bijna over 12 aankom, is mijn energy nog steeds best wel hoog. Dus dat maakt niet uit voor deze investigation, dit onderzoek. Ga ik dan maar gewoon een nachtje doorhalen of zo, als Henry zei. Dat is namelijk toch wel een heel belangrijk onderzoek.
Dus dan ook maar gewoon in de nacht doorgaan. En hoe cool is dat eigenlijk om met een fakkel straks door het bos te lopen? Dat is ook wel vet. Maar wat het voornamelijk kut is dat ik best wel wat honger krijg nu. En dat zie je. Kijk die balk. Waarschijnlijk omdat ik echt honger heb. Dus we gaan eventjes wat eten in mijn keelpijp douwen. En ik hoop echt dat het nog goed is. Dit gaat er bijna. Even kijken. Choppen. Dat was bijna verrot. Ik weet niet of jullie het zagen. Oh, nou, dit moet wel goed zijn. Even kijken. Miracle Decoction zorgt voor health als het goed is. Dit zorgt niet voor health. Dit zorgt ook niet voor health. Save your snaps is natuurlijk gewoon om te saven. Daar heb ik er in totaal nu 4 van. Ja, Marigold, daar heb ik er in totaal ook 4 van. Dat zijn echt drankjes waarvan je leven omhoog gaat. Nou, in ieder geval mijn honger is weggetrokken. En dat zie je ook meteen aan die levensbalk. Laten we hier een beetje rond gaan vragen. Hier in de buurt in ieder geval, bij het houthakkerskamp, naar Riki. In ieder geval zijn laatste sporen, want het is nu zo laat, het is echt over 12 wat ik al zei. Dat is, ik zie hier mensen, het is hier zo stil, je ziet hier niemand en mensen gaan naar bed. De mensen die je ziet, die gaan naar bed toe, dus. Hier ook midden in de nacht op pad gaan is misschien een beetje creepy, maar we komen in de buurt. Ik neem dit pad. Ik dacht even dat iemand al lag, maar het was gewoon een boomstronk. De game is echt heel mooi en rustgevend. Dat merk je ook wel als je gewoon door het bos trekt, zoals ik nu doe. Want in een fantasy RPG had ik hier oprecht bang geweest voor allerlei soorten creatures, heksen, weet ik veel wat voor magie er allemaal op mijn pad had kunnen komen. Maar nu weet je gewoon, het enige gevaar dat op de loer ligt is wellicht wildlife, wolf of zo. Of dus bandieten, humans, dat soort gasten die op de weg staan. Ik zie echt geen hand voor ogen. We gaan hier over een beekje heen. Ik hoop dat het hier ergens moet zijn. Ja, inderdaad. Dit herken ik. Of in ieder geval, ik had een keer zo'n ander houthakkerskamp gevonden waar ze zeg maar bossen aan het omkappen waren en dat soort dingen. Maar ja, het is zo laat. Ik denk dat ik bijna niemand zal zien. Ach, hier staan een paar voor de deur. Yo, dudes. God be with you. Midden in de nacht, wat doet hij wakker ook? Is het nou dezelfde gozer? Wacht even, ik heb deze gast aangesproken. Die me blijkbaar alle info al heeft verteld. Deze man dan? Good day to you. What do you need? I'm looking for Hinnek, the courier's son. I hear he sometimes comes here. Have you seen him? Riki? Aye, he's here now and again. Best ask Raspberry. He's friends with him. Who's Raspberry? You'll spot him easy enough. His face is red as a raspberry. I'm looking for Hinnek. He comes here. You'll spot him easy. Okay, deze gast, hè. Deze dude, want ze hebben geen naam. Ze zijn allebei gewoon houthakkers. Deze gast hebben we blijkbaar gewoon in Ledechko net al ondervraagd. En dit is zijn werk in de nacht. Of zo. Want hem hadden we al helemaal ondervraagd. Al die dialoogopties, die hadden we al in Ledechko gekregen. Dus het is gewoon dezelfde gast. En ik denk, to be honest, dat hij slaapt. Ja, zijn hele hoofd is rood. Maar ik ga je wel wakker maken, pik. No, clear off. Let me sleep. Nee. Wakker worden. Shit. Shut off. Waarom werkt niemand mee? Zo. Het werd dus tijd, man. Good day to you. What do you need? Your mates say you know Hinnek, the courier's son. Riki. Aye, he shows up here sometimes. Why do you ask? I'm trying to find him. Good luck, then.
What do you mean? Reiki is like some bloody hedgehog, always creeping around in the woods. And just as prickly. So you see him there often? More like we don't see him. Hij is gelukkig ziet hij de lol nog van in. Has he been here recently? A few days ago. He came by in the evening, well into his cups. He might have fallen somewhere and broken his neck for all I know. So he went into the woods? Aye, like always. Gezelligheid, zeg. How do you know him? We worked together building a mill by Janowitz, and then he vanished. A year later I came here to work, and lo and behold, there's Reiki. Do you know what he gets up to in the woods? What do you reckon? Making money. It's no secret he goes poaching. You're speaking as if that's perfectly legal. No. That's not allowed. I know. I mean, I think he might be poaching. But maybe he's gathering firewood. No way for me to know, right? Firewood, of course. There's a dude. I hear Reiki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think I was there once. You think? What does that mean? Either you were there or you weren't. Well, once me and Hinnek had a bit of a drink together here and we ran out of ale. Hinnek said he had some stashed away in the woods, so off we went. But do you remember anything about it? The direction or which path you took? Aye, I can tell you exactly. We went from the edge of the camp here along the path down to the creek. A little upstream, there's a fallen tree bridging the water. We went across it to the other side, then we went uphill to a big boulder. You have to listen carefully there. Why? There's a spring nearby. Someone put a kind of little mill wheel on the stream below it. You can hear it going clap, clap, clap all day and night. Uh-huh. Once you find it, you go around the spring and nearby you'll see a clearing. That's where Hinnick's hideout is. It's an old mine gallery or cave. Okay. Klinkt fucking cool. Dankjewel voor alles, I guess. Ik ga hier bij de aflevering eindigen. Find Reiki's hideout. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Aflevering 23 zal het worden. Super interessant klinkt het. Het klinkt echt interessant. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. We gaan dus de aankomende aflevering het riviertje volgen. Met de stroming mee. Tot we bij een omgevallen boom komen. Dan ergens moeten we, geloof ik, afslaan. Een bergje een beetje op. Tot je bij een spring komt. Met een kleine molen. En daar moet ik dan weer omheen. En dan ben ik bij een open veld. En het is een soort raadseltje. We hebben geen exacte locatie. En dat maakt het interessant. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de volgende part weer bij zijn. Het zal nu weer wat regelmatiger geüpload worden. Nu de hype van Far Cry 5 voorbij is. En de eerstvolgende hype game is God of War. Maar dan wil ik dus wel in een cyclus gaan uploaden van Far Cry 5 afgerond. Kingdom Come Deliverance. God of War. En de andere Assassin's Creed series daartussendoor. In ieder geval, nogmaals, thanks voor het kijken. En tot de volgende, guys. Peace.